Oké, voor de volgende oefening gaan we onze rugspieren aanspreken. En we gaan telkens wisselen van kant. We gaan de rugzak weer in onze ene hand vasthouden. We nemen de stoel vast. We zetten ons linkerbeen vooruit, ons rechterbeen achterwaarts. En we gaan proberen met onze elleboog naar boven te komen. Inademen. Uitademen. Inademen. Uitademen. Probeer de elleboog juist boven je rug te brengen en laat je die rustig terugzakken. Oké. We beginnen met een rechterkant, daarna gaan we wisselen van kant. Telkens 10 keer en dan gaan we nog 1 keer herhalen. Oké, zijn jullie klaar? Het kan zijn dat de rugzak nu iets te zwaar voor jullie is, want nu gaan we met 1 kant werken. En dan mag je die een beetje lichter maken. Voor we beginnen. Oké, we zijn klaar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Oké. Probeer er goed op te letten dat je niet te veel met je arm trekt, maar vooral met denken dat je met je elleboog de rugzak omhoog trekt. Dan ga je meer proberen je rugspieren te gebruiken. Oké, we gaan wisselen van kant. Ik ga mij zo zetten dat jullie mij beter kunnen zien. We gaan hetzelfde doen, maar nu zetten we ons rechterbeen voorwaarts en ons linkerbeen achterwaarts. Pak je de stoel vast, we doen hetzelfde. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Heel goed bezig. Nog 3 te gaan. 8. 9. En 10. Oké. Heel goed. Even rusten en dan gaan we terug opnieuw doen. Heel belangrijk dat je de rugzak niet te zwaar maakt, want dan ga je te veel trekken op je armen. Oké, dus dan kan je die beter een fles water wegdoen om die een beetje lichter te maken. Vooral hier voelen in je spieren. Oké, zijn jullie klaar? Gaan we weer vetten. Oké, hier gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, laatste en 10. Oké, heel goed. Goed bezig. Gaan we nog eens wisselen van kant en dan zijn we klaar. Pak jullie tijd om in- en uit te ademen. Terug te ontspannen. Drink gerust iets tussendoor. En dan gaan we weer vetten. Zet jullie klaar? Rechterbeen voorwaarts, linkerbeen achterwaarts. En go. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, laatste, en 10.
Heel goed. Probeer de oefening rustig gecontroleerd te doen. Dan ga je dat beter voelen in je spieren. Dan kan je niks forceren. Oké, klaar voor de laatste oefening.